De verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis in Almkerk komt steeds dichterbij. De drie gemeentehuizen in Aalburg, Werkendam en Woudrichem gaan dicht op 20 december. Maar voor de medewerkers betekent dat geen vakantie. We gaan 20 december dicht, maar dat betekent niet dat we 20 december allemaal thuis zitten. Want voordat men weer aan de slag kan, moet er nog een hoop gebeuren. Vanaf 21 december staan de verhuiswagens voor, dus 20 december pakken we in. 21 december en 24 december wordt alles van plaats A naar plaats B gereden, dus komt alles hier aan. Dan hebben we 2 dagen kerst. Na de kerst op 27 en 28 december gaat ICT met mannenmacht aan het werk om alles aan elkaar te koppelen. Schoonmaak hebben we dan nog op 27 en 28 december. 31ste zijn we dan, gaan we volop testen. Werkt het nou allemaal? Doen alle programma's nou wat wij willen? 2 januari worden alle medewerkers verwacht, gaan ze hun werkplek inrichten. En ja, dan is het al 3 januari. Dus zoveel tijd hebben we niet tussen die. Het is een hele strakke planning. Wie nog gebruik wil maken van de diensten op het oude gemeentehuis, moet zich haasten. Als de mensen ook nog willen dat hun paspoort of rijbewijs ook nog in de oude gemeente opgehaald kan worden, dat ze dat beste nog deze week kunnen regelen. Anders gaan alle producten die aangevraagd zijn mee naar het nieuwe gemeentehuis. Het nieuwe gemeentehuis, hier waar we nu staan, gaat open op 3 januari. Donderdag 3 januari, 8:30. Gaat daar dan veel veranderen in vergelijking met hoe het op de huidige gemeentehuizen gaat? In principe gaat er niet heel veel veranderen. De mensen zijn gewend om op afspraak bij een van de 3 gemeentehuizen hun zaken te regelen. Dat blijft precies hetzelfde. Je kunt ook op de nieuwe website van de gemeente Altena op precies dezelfde manier een afspraak maken als je dat nu in je eigen gemeente gewend bent. En daarnaast is het altijd mogelijk om ook te bellen om een afspraak te regelen. Maar tot die tijd, als ik zo om me heen kijk? Dan moet er nog heel veel gebeuren.